U heeft dit op poten gezet, samen met de domme aanleg en daartussen nog wat tussenposes. Hoe bent u hier zo opgekomen? Nou, we zaten 9 dagen geleden bij elkaar met Gerbert van de domme aanleg en onze vrouwen. We zaten met z'n vieren en we hebben daar wat gebrainstormd over wat kunnen we doen. Want we deden altijd wat leuks met de Zwarte Cross. Dus is eruit gekomen dat we een zwarte fietscross gaan houden. Dat mensen een doorstroming krijgt op 5 locaties. En daar zijn allerlei leuke initiatieven omheen ontstaan. Dat mensen ons belden van hey, we hebben dit of we hebben dat. En mag dat er staan? Er komt een groot spandoek. Bijvoorbeeld de nieuwe Tante Riki die we zoeken. Die de Zwarte Cross ook zoekt. Die zit er misschien wel tussen? Die denk ik wel. We hebben een groot spandoek. Daar is een hoofd uitgeknipt. Daar kun je een foto laten maken. Of jij dan als vrouw de nieuwe Tante Riki wordt. En misschien komt er wel een meneer Rick, weet ik veel. Je weet het niet wat er van komt. Moet daar een bepaalde leeftijd in zitten? Of zeg je van, ach wat? Nou, dat is net hoe mensen zich voelen. Hè? Want er zijn mensen van 80 die voelen zich nog 60. Ja. Of 40. Ja. En er zijn mensen van 40 die voelen zich nog 80. Ja, dat is net hoe je zelf daarin staat. Ja, ja. Goed, dit is het eerste jaar dat jullie dit organiseren. Als ik hier zo om me heen kijk, dan zie ik een bar, ik zie een barbecue, ik zie een hoop mensen. Maar goed, de 1,5 meter moet men wel in acht houden, toch? Ja, zeer belangrijk. En we hebben ook een max aan de kaarten die we hebben. Het is 375 mensen die per dag rond kunnen fietsen op 5 locaties. 5 locaties? Ja, dus we hebben het echt helemaal uit elkaar getrokken. Er staat iemand voor aan de ingang om te checken of we niet te veel mensen binnen hebben. We mogen op deze locatie max 249 mensen hebben. Ja. En als er dan mensen weggaan, dan zou er weer iemand aan kunnen schuiven. Maar 1,5 meter in acht houdend en zittend. En dat is echt belangrijk voor ons, dat we ook willen laten zien dat het kan. Hoe wil je dat in acht houden? Nou, het is op een gegeven moment goed controleren. Voor bij de ingang worden mensen er allemaal op gewezen. Daarnaast lopen er nog 2 mensen alleen maar rond om mensen erop te wijzen dat ze die 1,5 meter moeten houden. Als ze zich daar nog niet aan houden, wat dan? Nou, mocht dat echt in proporties worden dat het te gek wordt, dan hebben wij het nummer van de BOA's en hebben wij het nummer van de politie om daar wat aan te doen. Maar daar gaan we niet vanuit, want ik verwacht, er zijn heel veel gezinnen die meedoen. Mensen met kinderen die gewoon die Zwarte Cross missen. En dat is een heel gek gebeuren, want we hebben het allemaal over onze jongeren die de Zwarte Cross missen. Maar ik denk juist gezinnen met kinderen die zo'n trek hadden naar die Zwarte Cross op die donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, die nu mee gaan doen aan die fietstocht. En dat is ook een beetje wat we graag willen, dat het niet alleen maar jeugdgroepen zijn, dat het alles door elkaar is. En vooral die kinderen, die zullen ook daarnaast de toon zetten voor de ouders, dat de ouders zich niet gaan misdragen. Dus de kinderen gaan de ouders in de gaten houden. Ik denk dat dat wordt. Ja. Nou, zegt u dus net van u mag hier 249 mensen op het terrein toelaten. Geldt dat ook voor de andere locaties? Nee. Bij de domme aanleg hebben ze een ruimte overkant en de andere kant voor 150 mensen. Ja. Dan bij de locatie Te Paske waar een schildercross wordt georganiseerd. Waar kinderen op quads kunnen rijden en kunnen schieten. Er kunnen verschillende dingen gedaan worden. Dit is inderdaad echt een alternatief voor als de Zwarte Cross. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar daar hebben we bijvoorbeeld 80 zitplaatsen gemaakt. Dan hebben we bij de scouting het Blagenparadijs. Met springkussens, allerlei sminkwedstrijden, allerlei broodjes bakken, leuke dingen voor de kinderen. Dus echt het Blagenparadijs. Ja. Maar is dit nou echt eenmalig of zeg je van, nou dit is zo'n succes, dit gaan wij gewoon elk jaar organiseren? Ja, we willen dit wel elk jaar organiseren, maar tegen de Zwarte Cross, die organisatie die staat in zijn huis, is niet tegen op te boksen. Nee. En dat willen we ook niet. Nee, okay. Het is gewoon het alternatief en vooral voor gezinnen, waar we echt ook de nadruk op hebben gelegd met die fietstocht, dat het gewoon supergezellig is om met je kinderen overdag lekker te gaan fietsen en langs die dingen gaan en kijken. Er is bijvoorbeeld theaterweide bij de domme aanleg, superleuk. Ja, zo zijn er heel veel dingen georganiseerd, en dat is ook allemaal in die 8 dagen tijd is dat gebeurd. Hoe laat begint alles? 12 uur elke dag. 12 uur. En op zondag kunnen ze starten tot 4 uur. Dus dan kun je rondfietsen tot 4 uur. Dan zijn de locaties gaan wat afbouwen. Wij blijven open en domme aanleg blijven open. En op zaterdag beginnen we om 12 uur tot 8 uur 's avonds. De kosten? €5 per persoon. Oké. Ja, en daar krijg je bijvoorbeeld een mooie zonnebril voor.
Nou. Daar krijg je een broodje worst, daar krijg je een ijsje voor. Dus die 5 euro is echt besteden, ook weer aan de mensen terug. Het gaat ons niet om in dit inschrijfgeld geld te verdienen. Wij willen proberen om onze mensen aan het werk te houden. Want het is natuurlijk, we missen al een hele tijd heel veel omzet. Ja. En door dit hopen we toch weer even iets dit weekend te kunnen verdienen. Ja, nou, en dat is een dingetje waar we, die 5 euro is eigenlijk verwaarloosbaar wat je ervoor krijgt.